Voorzitter, ook mijn complimenten aan de initiatiefnemers. Ze hebben een grote klus geklaard en dat is een felicitatie waard. En ik wens ze veel succes, voorzitter. De PVV is altijd warm voorstander geweest van artikel 23. Ik zeg het nog een keer. Het artikel dat de vrijheid van onderwijs borgt voor alle gezindten, behalve, zoals inmiddels bekend mag worden verondersteld, voor ideologieën zoals de islam. Want die ideologie verhoudt zich niet tot onze westerse identiteit. Die is geworteld in de joods-christelijke en humanistische traditie. Het is die traditie die ons heeft geleid naar individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, naar onze principes van gelijkheid van man en vrouw, van gelovige en geloofsverlater, van homo en hetero. Een identiteit, voorzitter, waarop wij trots zijn en die wij gunnen aan ieder die zich daarvoor openstelt, ongeacht herkomst of etniciteit. Een identiteit ook die wij het waard vinden te verdedigen met hart en ziel tegen de vele gevaren in de wereld die er alles aan gelegen is om ons die vrijheid te ontnemen. Gevaren, voorzitter, die steeds dichterbij komen, daar zijn we ons maar al te zeer van bewust. Voorzitter, het is het onderwijs dat al meer dan 2000 jaar die westerse identiteit, onze kennis, onze tradities, onze vrijheid en onze aandacht voor die individuele verantwoordelijkheid die zo belangrijk is, doorgeeft van de ene generatie naar de andere. Leerlingen, jonge mensen aan de hand nemen, of ze willen of niet, allemaal binnen de mogelijkheden die een individuele leerling heeft. Leerlingen ook, voorzitter, worden al die eeuwen al door leraren ingewijd in kennis, in wetenschap, vaardigheden, in de deugden, de klassieke en de christelijke. Dat maakt onderwijs een belangrijk aandachtsgebied, misschien wel het belangrijkste aandachtsgebied voor ouders en dus ook voor de politiek. De Partij voor de Vrijheid juicht het dan ook toe als ouders zich ervan bewust zijn en er zelfs toe bereid zijn om het onderwijs zelf ter hand te nemen, omdat ze hun kinderen willen onderwijzen in de tradities die bij hen hoort. Wij vinden dit een van de mooiste voorbeelden van de participatiesamenleving. Ouders die hun eigen onderwijs vorm willen geven. Dat is waar die vrijheid van onderwijs over gaat. Ouders, groepen ouders, de vrijheid bieden en de financiële mogelijkheden bieden om zelf het onderwijs voor hun kinderen te organiseren in een omgeving die aansluit bij die eigen normen en waarden en bij de waarden en uitgangspunten van de Nederlandse samenleving. Dat is dan belangrijk, dat laatste. Die uitgangspunten zijn aan verandering onderhevig. Een samenleving evolueert. Ook de waarden die wij als burgers met elkaar delen zijn geen statisch gegeven. Die ontwikkelen zich. We zien dat bij het onderwerp van het debat van vandaag. Maar we moeten waakzaam blijven, voorzitter, als het gaat om het opleggen van waarden die soms mainstream zijn. Ik zou mijn kind niet graag naar een van de vele openbare scholen sturen, waar het maar al te vaak wordt blootgesteld aan dat vage cosmopolitische denken, aan het militante egalitaire denken en vooral aan dat gratuite cultuurrelativisme dat dominant is op de pedagogische, academische en de lerarenopleidingen. Een soort links-liberaal onderwijs eigenlijk. Daar ziet u het in vak K zitten. Waar leerlingen vaak op militante wijze worden gekneed in klimaatdenken, in gelijkheidsdenken en vooral in die weg met ons ideologie die je steeds maar weer tegenkomt in de vorm van zwarte pieten discussies en in de negatieve waardering van ons nationale verleden. Heel veel ouders, voorzitter, hebben daar hele grote bezwaren tegen. Het zijn er ook juist de linkse en de links-liberale partijen die al 20 jaar die verbeten ideologische strijd voeren tegen artikel 23. Ik kan me herinneren dat mijn toenmalig D66-collega woordvoerder, en ik mis hem echt oprecht vandaag, ik had hem graag hier nog eens gezien bij de bespreking van dit onderwerp, maar hij liet geen gelegenheid voorbij gaan om dat zogenaamde onderdrukkende en indoctrinerende karakter van het christelijk onderwijs dapper aan de kaak te stellen. Desnoods werd er bij de haren bijgesleept. Het ging en gaat dan altijd over het christelijk onderwijs, voorzitter. Nooit over het islamitische onderwijs, waar de ideologie van de ongelijkheid tussen man en vrouw, tussen homo en hetero, tussen gelovigen en geloofsverlater dagelijks op het rooster staat. Dat onderwijs kan altijd op de bescherming en zelfs op de waardering rekenen van de linkse partijen. En mijn vraag aan de initiatiefnemers is dan ook, hoe gaat u daarmee straks om? Ik zie dat er een vraag is van D66. De heer Van Weijenberg. Nee, voorzitter, ik wil slechts zeggen dat deze kleine tirade van de heer Beertema laat ik graag voor zijn rekening. Ik herken mij niet in zijn weergave van het standpunt van mijn fractie. Ik hoop zo meteen vooral van hem te horen wat hij van dit initiatiefwetsvoorstel vindt. Want volgens mij is dat waar we het vandaag over hebben. De heer Beertema. Ja, voorzitter, ik hoor iets mompelen over een tirade.
In de gevoelige oren van D66 is dan al iets heel gauw een tirade. Ik zou meneer Wijnberg willen meegeven, grow up, word een echte vent en ga dat geluid is gewoon op inhoud bestrijden in plaats van met kwalificaties te komen als tirade. De heer Van Weijenberg. Ach, voorzitter, fijn dat de heer Beertema weer in een slachtofferrol kan vallen. Dat is zijn gewend van de PVV. Ik heb een hele simpele punt. Ik neem afstand van de weergave van de heer Beertema van mijn standpunt. En nogmaals, voorzitter, hij mag praten, tirades doen, alles wat hij... Daar mag hij zijn eigen woorden bij kiezen, kies ik de mijne. Ik hoop zo meteen te horen wat hij van dit initiatief wetsvoorstel vindt. De heer Beertema. Ja, voorzitter, ik neem toch afstand van die kwalificatie tirade. Naar mijn weten leefden wij vanmorgen nog in een democratische rechtsstaat. Ik heb een mandaat van heel veel kiezers in dit land. En ik laat mij niet wegzetten door iemand van D66 die dat onmiddellijk kwalificeert als een tirade. Ik heb een keurige tekst hier en ik zou zeggen, leef ermee. Voortman wil ook nog wat vragen. Voorzitter, het gaat hier toch om het schrappen van de enkele feitconstructie. En dat is een maatregel waarvan we zeggen van ja, ongeacht op welke school je zit, of je nou op een islamitische school zit of op een christelijke school zit, daar is deze constructie op van toepassing. Daar gaat het toch hier over. De heer Beertema die heeft het over verschillen tussen christelijke scholen en islamitische scholen. Maar dat onderscheid dat wordt hier door niemand gemaakt. De heer Beertema. Ja, dat onderscheid wordt hier wel degelijk gemaakt. 20 jaar lang worden de christelijke en vooral de reformatorische scholen door u en uw partners in crime, zal ik maar zeggen, voortdurend bestreden. U heeft het nooit over islamitische scholen, u heeft het nooit over de madrassa's in Rotterdam-Zuid, u heeft het nooit over de zolders waar islamitische kinderen worden opgevoed in haat tegen de westerse samenleving. Dat vindt u allemaal prima. Het gaat u alleen maar om die vrij zeldzame ontslagen die vallen in het reformatorisch onderwijs als het gaat over deze zaak. En ik, wil ik mevrouw Voortman meegeven, heb het volste recht om over mijn eigen woorden te gaan. Ik heb u helemaal niet nodig om mijn spreektekst te schrijven. Als dat zo zou zijn, dan zou ik lid zijn geworden van GroenLinks. Mevrouw Voortman. Voorzitter, ik bestrijd ook niet dat de heer Heertema over zijn eigen woorden gaat. Gelukkig moet hij ook inderdaad... Beertema. De heer Beertema, die moet hij inderdaad vooral bij zichzelf houden. Dat is natuurlijk zijn goed recht. Maar mijn vraag was, waar wordt nou het onderscheid gemaakt tussen de ene en de andere levensbeschouwing? Die wordt hier door niemand gemaakt. Niet door de indieners, niet door de mensen in de zaal, alleen de heer Heertema. En ik heb tot nu toe nog geen enkel voorbeeld gehoord waaruit zou blijken dat er met twee maten gemeten zou worden. De enige die hier met twee maten meet is de heer Beertema zelf. De heer Beertema. Voorzitter, al 20 jaar lang gaat het alleen om het christelijk onderwijs en niet over het islamitisch onderwijs. En dat lees de kranten erop na, mevrouw Voortman, zeg ik via de voorzitter. En dan... Ik ga eventjes verder met mijn tekst, als u het mij toestaat. Voorzitter, het zijn uitsluitend, bijna uitsluitend, de christelijke scholen waar de gewetensvrijheid onder druk wordt gezet door de zelfbenoemde verlichte onderwijsdenkers waarvan we er zoveel hebben in dit huis. Die hele werelddelen wegzetten als achterlijk en barbaars, als er op wat minder liberale wijze wordt gekeken naar de emancipatie van burgers met een andere seksuele geaardheid. Die linksliberale druk heeft bij ons zijn hoogtepunt gevonden in die felle strijd tegen de enkele feitconstructies. Die enkele feitconstructie is een gaatje in de wet dat gedicht moet worden. Dat realiseren wij ons terdege. Het repareren van de wet zal ervoor zorgen dat de homoseksuele leraren in het bijzonder onderwijs geen angst meer hoeven te hebben dat hun geaardheid en het feit dat ze een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht reden voor ontslag kan zijn. Het is uiteraard aan die homoseksuele leraar zelf of hij of zij al dan niet discreet wil omgaan met die eigen levensstijl. Ik kan mij niet herinneren dat ik mijn heteroseksuele levensstijl vaak heb uitgedragen in mijn 34-jarige loopbaan als leraar in het mbo. De meeste homoseksuele leraren voelen net zo min als ik die noodzaak om dat te doen. Ik weet bovendien ook dat niet elke homo op de roze barricade wil of wil rondvaren in Amsterdamse grachten, ook al lijken de linkse partijen te vinden dat dat eigenlijk wel zou moeten. Voorzitter, wij bagatelliseren het probleem niet.
Want ontslag op grond van homoseksuele geaardheid is enorm ingrijpend voor een individuele docent. We moeten aan de andere kant ook de omvang van het probleem niet groter maken dan die is. In de praktijk komt ontslag op grond van de enkele feitconstructie nauwelijks voor. Laat ik het zo zeggen, ontslag of discriminatie van leraren om het enkele feit dat ze als PVV'er op een verkiezingslijst staan, komt veel en veel vaker voor. Het meest in het oog springend was de zaak van de homoseksuele leraar aan een vrijgemaakt gereformeerde school in Oegstgeest in 2011. Die ontslagen werd, niet om het enkele feit dat hij homoseksueel was, maar omdat hij bovendien samenwoonde met een man. Nou, de rechter heeft uiteindelijk geoordeeld dat ook dit geen reden mocht zijn voor ontslag. De leraar heeft uiteindelijk uit vrije wil de school verlaten om ergens anders te gaan werken, iets wat ik overigens zeer te begrijpen vind. Saillant detail vind ik wel dat diezelfde leraar nu buiten zijn werk als leraar ook gastlessen geeft en spreekt op congressen over homoseksualiteit in het christelijk onderwijs. Want overal in het christelijk onderwijs, ook in het reformatorisch onderwijs, is daar aandacht voor en wordt er openlijk en met zorg voor elkaar over dit onderwerp gesproken. Voorzitter, tenslotte. De vrijheid van onderwijs is een grondrecht en dient afgewogen te worden tegen andere grondrechten. De bijzondere scholen behouden met de aangepaste initiatiefwet het recht om docenten te weigeren of te ontslaan op basis van de grondslag van de instelling, nog steeds vanwege godsdienst, levensovertuiging of politieke gezindheid, maar niet meer op bijkomende omstandigheden zoals een homoseksuele levensstijl. In het initiatiefwetsvoorstel zoals dat nu voor ligt, verschuift de balans een heel klein beetje naar de wettelijke bescherming van de rechten van de homoseksuele leraar. En wij gaan er graag mee akkoord, ook al lossen we hier met veel regelgeving een probleem op dat kwantitatief gezien niet heel groot is. Deze initiatiefwet zien wij als een extra stimulans aan de schoolleiders van bijzondere christelijke scholen die al lang een beweging hebben ingezet richting de acceptatie van homoseksuele leraren. Volgens een onderzoek in 2006 al was meer dan de helft van de schooldirecteuren van christelijke middelbare scholen toen al voorstander van verplichte acceptatie. Het zal de linkse partijen verbazen, misschien niet eens gespeeld, dat dergelijke geluiden niet klinken vanuit islamitisch onderwijs. Dank u wel, voorzitter. Is nog een vraag, meneer Segers? Ik zie het. En mevrouw de voorzitter, misschien meer een uiting van verbazing. De heer Beertema die werpt zich hierop als verdediger van het reformatorisch onderwijs. Dat verschrikkelijk wordt aangevallen door boosaardige linksliberale mensen. En dan in de bijzin, ik rond af en voorts ben ik het eens met dit wetsvoorstel. Terwijl als er ergens vrijheid wordt ingeperkt, dan is het bij dat onderwijs. Als er ergens in de balans tussen vrijheid van onderwijs, vrijheid van godsdienst en individuele vrijheden, als er ergens iets verschuift, als die verschuiving ergens merkbaar is, dan is het bij dat onderwijs. Daar zou hij zich ook rekenschap van moeten geven. Heer Beertema. Ja, voorzitter, daar hebben wij ons rekenschap van gegeven. En wij vinden dat die balans, die heel belangrijk is, maar een heel klein beetje is opgeschoven. Het reformatorisch en het bijzonder onderwijs behoudt het volste recht om te handelen zoals ze dat gedaan hebben, behalve als het gaat om die levensstijl die er nog eens extra bij komt. Wij vinden dat verantwoord, wij staan daarachter, wij vinden dat een verantwoorde verschuiving in die balans. En dat is onze afweging geweest. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, laat ik in ieder geval vaststellen dat ik het een curieuze combinatie vind. Dus die enorme verdediging van het reformatorisch onderwijs en de slotconclusie, dat allereerst. En dan het tweede punt is dat de heer Beertema met één rechtszaak aankomt, die nog eens tot een finale uitspraak van de rechter heeft geleid. Dus is die rechtvaardiging, is die verschuiving wel te rechtvaardigen? Daar waar er in de praktijk geen problemen hebben voorgedaan en de rechter nooit een finaal oordeel heeft geveld. Dus als hij dan tot die slotsom komt, staat dat wel in de juiste verhouding tot de omvang van het probleem, namelijk dat er niet is? De heer Beertema. Ja, voorzitter. Dat probleem wordt wel heel breed gedragen. Wij vinden dat het probleem te groot gemaakt wordt. Maar goed, het is er wel. En hier en daar is het er wel. Ik ben zelf ooit niet aangenomen omdat ik samenwonend was in een heteroseksuele levensstijl. En dat combineerde kennelijk niet met de uitgangspunten van de school. Ik heb toen gezegd van ja, ik ga niet geen lid worden van D66. Ik solliciteer bij een andere school waar ik mij wel thuis voel. Dat is mijn afweging geweest. Maar ook in dit geval, ja, die kleine verschuiving vind ik zeer te verantwoorden. Vinden mijn kiezers zeer te verantwoorden. En wij zijn daar gelukkig mee. De heer Elias.
Mijn vraag aan de heer Beertema is, realiseert hij zich dat als je enige afstand hebt, je kijkt naar dit initiatiefwetsontwerp, dat het er hoofdzakelijk toe strekt om net iets preciezer ervoor te zorgen dat discriminatie wordt uitgesloten? De heer Beertema. Het goede antwoord is ongetwijfeld ja. De heer Elias. Als dat zo is, dan wacht ik met belangstelling het stemgedrag van de PVV-fractie af bij dit wetsvoorstel. De heer Beertema? Ja, voorzitter. Meneer Elias heeft kennelijk moeite met luisteren. Wij vinden dit een verantwoorde initiatiefwet. Wij gaan hier gewoon voorstemmen. Ja. Dat had ik al aangegeven. Als het niet helemaal duidelijk was, zal ik volgende keer dat expliciet vermelden voor u. De heer Bisschop. Eén laatste opmerking, graag. Oké, dat eerste was ook alleen maar één woord. Dus ja. Bij uitzondering de heer Elias. Ik kan heel goed luisteren. Met name ook op de verkiezingsavond een paar weken geleden. De heer Beertema. Voorzitter, ik probeer nou even heel snel een verband te leggen tussen het een en het ander. Maar ik begrijp dat meneer Elias ook goed is na de oorlog en dat toch nog eventjes hier te berde wil brengen. Ik feliciteer hem hartelijk met zijn morele superioriteit. Gefeliciteerd, meneer Elias. Zeg ik via de voorzitter. Maar het slaat nergens op, deze interruptie. Dat wil ik er ook even bij gezegd hebben. De heer Bisschop. Voorzitter, altijd een vreugde om dat soort krachtige meningen te horen. Dank. Maar als ik de heer Beertema goed beluisterd heb, dan vraagt hij eigenlijk, welk probleem lost nu dit wetsvoorstel op? Heb ik dat correct geïnterpreteerd of moet ik mijn samenvatting nuanceren? De heer Beertema. Ja, welk probleem lost het op? Niet een heel groot probleem. Ik heb het al eens en te meer aangegeven. Het is niet een heel groot probleem, maar ook een klein probleem mag rekenen op een wettelijke afhechting. En nogmaals, wij vinden, ik ga het nog een keer uitleggen aan de SGP ook, wij vinden dat dit probleem tot veel te grote proporties is opgeblazen, absoluut. Maar hier en daar is een probleem, dat wordt gesignaleerd, dat wordt heel breed gedragen in deze Kamer. En wij hebben besloten, wij hebben afgewogen om die balans een ietsje meer te laten doorschuiven in de bescherming van de homoseksuele leraar, waarvan wij niet zouden willen dat zijn levensstijl, ja, als het ware geheim zou moeten blijven, omdat dat toch als een zwaard van Damocles boven zijn carrière hangt. Wij vinden dat niet kunnen. Wij vinden dit een zeer verantwoorde afweging. De heer Bisschop. Voorzitter, dat dit thema buitenproportioneel is opgeblazen, dat deel ik van harte, datgene wat de heer Beertema signaleert. Maar juist vanwege die proportionaliteit zou je je kunnen afvragen, de problemen die zich voordoen, dat signaleren de indieners zelf ook, die worden in der minne geschikt, doorgaans. Dat is dan toch een veel betere route dan het via wetgeving proberen wat dichter te regelen en dan onder veel verwijzing naar dit moet de rechter oplossen. Ja. Wat is uw vraag? Dat wij de bestaande praktijk in deze beter zouden kunnen handhaven. Is de heer Beertema dat met mij eens? Ik weet het antwoord, maar ik wil het wel graag horen. Ja. De heer Beertema. Nou ja, goed. Ik heb waardering voor de beweging die zichtbaar is in het reformatorisch onderwijs, het bijzondere onderwijs, om deze problematiek bespreekbaar te maken, absoluut. Maar nogmaals, er ligt hier een initiatiefwet voor die ook door ons op dit punt gesteund wordt. Ook al is het maar een enkeling, die verdient ook toch die wettelijke bescherming. Ik wil u wel meegeven dat het echte probleem, hè, de straatterreur tegen homo's bijvoorbeeld, de manier waarop homoseksuele stellen uit wijken worden weggetreiterd, dat een veel groter en ingrijpende probleem is. En daar heb ik de linksliberale initiatiefnemers en wetgevers en partijen eigenlijk nauwelijks over gehoord. Integendeel, die kijken daar, als het over dit soort problemen gaat, heel graag de andere kant op. En willen vooral niets weten van de oplossingen die de PVV aandraagt als het gaat om zero tolerance voor dit soort straatgeweld. U was aan het einde van uw betoog. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ook namens de PVV hartelijk dank aan de initiatiefnemers. Die hebben een mooi stuk werk hier neergezet. In de eerste termijn, voorzitter, heb ik al opgemerkt dat er kwantitatief nauwelijks een probleem was.
met die enkele feitconstructie. Bovendien heeft die uitwerking van dit voorstel heel weinig gevolgen voor de draagwijdte wat ons betreft voor die vrijheid van onderwijs die ons zo lief is. Maar dit initiatief heeft wel grote gevolgen, in ieder geval voor de beleving van homoseksuele leerkrachten. En dat is veel waard. En daarom steunen wij dit initiatief onverkort. Dat wou ik nog even vermeld hebben, voorzitter. Hartelijk dank. Dank u.